gefeliciteerd. Jullie flikken het gewoon weer en pakken een puntje uit bij Ajax. Ja, heerlijk natuurlijk. Dit wordt een, tenminste je weet van tevoren dat dit een super lastige wedstrijd wordt. En dat je weer hier een resultaat mag halen, ja, dat is echt super goed. En complimenten naar iedereen van ons. Ja, jullie weten goed stand te houden. Net voor ons krijg je dan die pijnlijke 1-0 tegen. Maar dan weet je, er gaat nog een kansje komen. En die komt en ja, de 1-1 en je pakt de punt. Ja, dat was ook wat we zeiden tegen elkaar in de rust. Natuurlijk is het wel echt jammer dat we die goal net voor rust tegenkrijgen. Verdedigde in mijn optiek best wel goed de eerste helft. En dan is het heel zuur dat je eigenlijk dan net voor de rust achterkomt. Maar in de rust zeiden we tegen elkaar van eigenlijk is 1-0 ook nog altijd spannend. En je weet niet hoe wij de rust uitkomen, hoe zij de rust uitkomen. En het tempo bleef nog laag. Dus ja, dan weet je dat je nog kansen kan krijgen en die gaat er dan in. Ja, dat is mooi. Ja, want je zegt, je hebt niet zoveel kansen weggegeven eigenlijk. Nee, dat gevoel had ik niet. Kijk, je weet dat zij rondom de 16 gaan spelen, inspelen, doorlopen. Er komen altijd voorzetten, schoten op doel of naast. Maar als je kijkt, echt uitgespeelde kansen of scrimmages viel in mijn ogen best wel mee. Dus dat, ja, dat was goed, goed van ons. Net voor de interlandperiode wonnen jullie 2 wedstrijden op rij. Ja, en dan nu? Komt Ajax. Ik denk dat jullie met superveel vertrouwen naar deze wedstrijd hebben toegeleefd. Ja, klopt. 6 punten en dan deze wedstrijd is wel even wat anders dan 0 of waar we natuurlijk lang op hebben gestaan. Dus je gaat dan met vertrouwen naar deze wedstrijd toe en je weet dat je niks te verliezen hebt. Dus ja, zo hebben we eigenlijk ook wel gespeeld. Eerste helft iets minder dan tweede helft, maar tweede helft ja, gingen we ook vooruit druk zetten en ja, dat was mooi om te zien. Ja, dat was ook wel de uitschakeling wat jullie hadden in het veld, hè? Want jullie liepen eigenlijk alles dicht. En precies op het moment dat Ajax die laatste bal wilde geven, zaten jullie steeds ertussen. Ja, dat deden we echt goed. Eerste helft lieten we soms hun te ver komen naar ons en stonden we te laag. En tweede helft hebben we geprobeerd om wel iets meer wat hoge druk te geven. Ook omdat je natuurlijk 1-0 achter staat, dan wil je iets meer risico nemen. En dat ging eigenlijk vrij goed. En daardoor konden we ook iets langer de bal houden en gevaarlijk worden. En ja, je ziet dat ook kan resulteren in een goal. Ja, en een heerlijk puntje, dus wel genieten. Ja, dat is top. Dan ben je aan het vechten de laatste minuten met z'n allen. De jongens die erin komen, die er vanaf het begin hebben gespeeld. Iedereen, ja, complimenten, supergoed. Ja, aan het begin van het seizoen kampten jullie nog met een aantal blessures. Nu hebben jullie weer een hele fitte en ook een brede selectie. Hoe fijn is dat? Ja, superfijn. Het niveau van de trainingen gaat erg omhoog. Ja, ook als de jongens erin komen, dat maakt ons zeker niet slechter en zo niet beter, omdat de jongens fit zijn en ook goede spelers. Dus dat is alleen maar mooi en ja, dat is voor ons gewoon heel belangrijk. En welke balans kan je er nu op maken? Je hebt 8 wedstrijden gespeeld en tegen 4 topploegen. Ja, je staat er eigenlijk best goed voor. Ja, klopt. We wisten dat het een zware dobber werd tegen veel zware en goede tegenstanders. Dus ja, als je dan met 7 punten staat, dat vind ik wel, echt knap en goed. En nu nog even genieten vanavond? Ja, even genieten. Ja, en dan gaat het alweer snel de blik naar de volgende wedstrijd. Ja, zo gaat het. Fijne avond. Dank je.